Het zonnige zomerweer van de afgelopen dagen heeft ook zo zijn nadelen. Want vooral in het oosten en zuiden van het land moeten de boeren alweer gaan sproeien. En regen zit er op korte termijn nog niet aan te komen. Want als we kijken op de satellietbeelden van Europa. Ja, dan zien we dat het in een groot deel van Europa vanmorgen vroeg kraakhelder was. Er zit wat bewolking op de Noordzee. Dat ziet er heel dreigend uit. Maar dat valt allemaal mee. Het is een hele zwakke storing. Die komt overigens wel langzaam onze kant op. En dat betekent dat we vandaag vooral heel veel zonneschijnen hebben. Een enkel stapelwolkje, maar in het noorden daar zal later vanmiddag en vooral vanavond wel wat meer bewolking zichtbaar zijn. Maar zoals gezegd, regen valt er niet uit. De wind waait vandaag uit richtingen tussen zuid en west, is daarbij zwak tot matig, misschien nog net even windkracht 4. In het Waddengebied, daar de minst hoge temperaturen 22 graden, maar dieper landinwaarts wordt het meer dan 25 graden sterker nog. Het zou wel eens heel lokaal in het zuiden van Nederland in Brabant en Limburg lokaal 30 graden kunnen worden. Vanavond koelt het dan natuurlijk niet zo heel snel af. Er staat een prachtige zomeravond op het programma. Maar die wolkenvelden die breiden zich wel langzaam aan naar het zuiden uit. En ook vannacht hebben we daarmee te maken. Ik denk wel dat het droog blijft en temperaturen bij dat alles onder die bewolking niet veel lager dan een graad of 14. Nou, morgen hebben we ook in eerste instantie nog met die wolkenvelden te maken. Met name in een strook midden over het land zijn ze aanwezig. Want in het noorden begint het al duidelijk op te klaren. De wind is gedraaid naar het noordoosten, voert tijdelijk wat minder warme lucht aan. In het zuiden wordt het nog zomers warm, maar op de waddeneilanden wordt de 20 graden waarschijnlijk niet eens gehaald. Maar die temperatuur gaat omhoog en dat zien we woensdag al gebeuren. Gemiddeld zo'n 30 graden met volop zonneschijn. Ook donderdag veel zon, dan nog wat hogere temperaturen. En die onweersbui dat zal over het algemeen nog niet zo heel veel voorstellen. De dagen erna neemt de kans op buien toe en dan gaat de temperatuur geleidelijk aan omlaag. Fijne dag verder.